Charlie B., jij hebt twee boeken geschreven voor uitgeverij Scriptum. Jouw eerste boek, hoe heette dat? Dat was En Prozac is mijn paracetamol. Ja. Dat schreef ik op mijn 16e, tijdens mijn depressie. Ik ben ook 5 maanden opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Het boek beschrijft eigenlijk een periode van pillen, paniekaanvallen, automutilatie en uiteindelijk ook een zelfmoordpoging. Ja. Je hebt een tweede boek geschreven, een jaar later heb ik begrepen. Ja, dat is De moeilijkheidsgraad van goed. Die heb ik op mijn 17e geschreven. Ja, nou, De moeilijkheidsgraad van goed, dat moet je een beetje omschrijven, want dat zegt de mensen op zich nog niet heel veel, maar leg maar uit. Nou, ik was door mijn behandelaren als gezond verklaard. Je wordt op straat gezet met een hoop handvatten voor het leven in principe. Een soort spelregels. Ik heb 5 maanden in de kliniek gezeten en mijn wereld had eigenlijk stilgestaan, terwijl die van mijn omgeving gewoon door was gegaan. Ja, je wordt weer in het diepe gegooid. Ja, precies. Dus het gaat goed, maar hoe houd je goed goed? Ja, en hoe houd jij goed goed? Door een combinatie van verschillende factoren. Ik heb nog steeds medicatie meegekregen. Nou, dat is niet zaligmakend, hè? Want er staat een pil, leuk met zo'n tongetje erop. Maar, ja, het is ter ondersteuning. Ja. Het is niet meer dan een hulpmiddel. Ja. Voor de rest een grote diversiteit aan therapieën. Want je wordt niet depressief door gebeurtenissen, maar door de manier waarop je daarmee omgaat. Wat mij goed heeft gehouden of weer goed op de rails heeft gekregen als ik een terugval had, was om gewoon mijn manier van denken weer aan te passen en weer op een normale manier tegen de dingen aan te kijken. En dat geef je natuurlijk de mensen mee, hè? Voor wie is dat boek bedoeld? Het boek is in principe voor iedereen bedoeld. Ja. Zowel voor depressieve jongeren, depressieve ouderen, ouders van vrienden. Maar ook vooral voor de hulpverlening. Want er zijn heel veel boeken over en heel weinig vanuit de patiënt. En ik denk dat het goed is voor de hulpverlening om zich op zo'n manier, dus door middel van een boek, beter in te kunnen leven in de patiënt. Dus in de mensen waarmee ze dus werken. Ja, nou, vind ik heel leuk en dapper van je om die doelgroep te noemen. De psychiater moet dat gewoon ook kopen, dat boek. Hè? En wou ik nog wat vragen, dat is, dat boek is in een soort romanvorm geschreven. Een soort van, kan je dat zelf omschrijven? En waarom je dat gedaan hebt? Ja, het is natuurlijk een autobiografie. Maar wat je heel vaak ziet bij autobiografie is dat ze in dagboekvorm zijn geschreven. Ja. Ik vind een dagboek, dat is iets voor jezelf. Ik vind het zelf ook niet prettig om dat te lezen. Dus ook niet om te schrijven. Ik heb het expres in een romanvorm geschreven. Zodat ik de lezer meeneem als het ware als een vriendin van Charlie. Ja. En als lezer kijk je dus over de schouder van je vriendin heen. Naar Charlie. Ja. Je hebt vanmiddag wordt het boek gepresenteerd in Breda. Ja. Wordt een leuke dag voor jou. Hartstikke veel succes met jouw boek en een prettige middag vanmiddag. En zet hem op met jouw boek. Dankjewel. Dankjewel.